Goedemorgen, dames en heren, familie van de heer Gerard Monnikhoff. Voor ons zitten Wilmy, Emmy en Marcel. Welkom hier in het stadhuis. En jullie komen hier op de Verhalendag een verhaal vertellen. En ik ben heel benieuwd wat voor verhaal jullie komen vertellen. Nou, het gaat om het verhaal van Gerard Monnikhoff. En dat is dus Wilmy's opa en mijn opa ook. En wij weten niet anders dan dat hij dus in de oorlog een trein heeft geblokkeerd bij Duitsland. Die binnenviel met de Duitsers. En dat heeft dus een heel grote impact gehad. Wij weten dat allemaal in de familie. Maar voor 3 jaar geleden toen stond er in één keer een verhaal in de krant van... is dit misschien de eerste verzetsdaad geweest in Oldenzaal? Dat die trein dus ontspoord is. En toen ik dat las, toen zeg ik gelijk tegen mijn mama, dat is mijn opa, dat niemand weet in Oldenzaal. En toen heb ik dus daarover gebeld. En nu zijn we dus 3 jaar verder. En nu willen wij eigenlijk wel graag dat het hele verhaal vastgelegd wordt. Ook voor het nageslacht. En ook voor dat iedereen dat weet eigenlijk. Dat gebeurd is in Oldenzaal. Ja, want volgens mij weet u best wel veel details van. Want hoe weet u precies van dit verhaal? Van opa. Van opa zelf. Ook bij heeft jullie verteld. Onder het genot van een dikke sigaar. Ja, in zijn bekende stoeltje zat hij daar dan. Een borreltje erbij. En dat vertelde hij het verhaal, ja. En hoe ging dat verhaal? Wat vertelde hij daar zelf over? Wat heeft hij gedaan? Hij vertelde in ieder geval van, hij was zijnhuiswachter op Boerskotten. Het bekende zijnhuis was dat daar en daar was hij zijnhuiswachter. Als er een trein kwam uit Duitsland, dan kreeg hij een seintje uit Bentheim van, er komt een trein aan. En dat wist hij, dat hij de wissel naar Hengelo vrij moest geven. Niet? Maar hij hoorde een trein aankomen en natuurlijk de spanning was er al. Aan de grens en dergelijke troepenverplaatsingen en die zich daarop hoopten. Maar in ieder geval s'nachts, tegen een uur of 3:30, 4 uur, hoorde hij een trein aankomen. En ik van, hé, wat is dat dan? En toen heeft hij de wissel niet omgezet naar Hengelo. Dus de pantsertrein die uit Duitsland kwam, die kwam daar tegen een stoorblok aan. Dus die kon niet meer verder. Nee, precies. Nou, en dat hield enorm op. En meteen stonden de soldaten boven hem onder arrest kwam die, dat hij die wissels weer terug moest zetten. En dat heeft even geduurd, want die trein moest achteruit natuurlijk, die pantsertrein. En daarachter waren weer treinen, dus om door te stoten meteen naar Nederland heen. Dus, en het heeft zeker wel 1,5 uur geduurd, voordat het allemaal een klein beetje weer op de rail stond, zoals dat dan heet, weet je wel. En dan kon hij de wissel goed zetten en toen ging hij naar Hengelo heen. Dus dat heeft echt een poos geduurd. En dat heeft schijnbaar zo lang geduurd dat men de bruggen kon opblazen aan de IJssel. Want anders had men de tijd daar niet voor. Dat heeft schijnbaar toch op een of andere manier een impact gehad. Ja, ja. Toch wel een behoorlijk gevolg. Ja, een behoorlijk gevolg, ja. 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 En daar was hij ook heel blij mee. En daar was hij ook heel blij mee in ieder geval. Maar dat heeft weer zo'n impact gehad dat hij altijd verdacht bleef. Want het was natuurlijk een verzetsdaad. Ja. En dat heeft schijnbaar zodanig geweest, maar we weten eigenlijk de tijd niet, dat ze met het hele gezin moesten onderduiken. Oh. Hij heeft ook een vals paspoort gekregen, dus hij heette geen Monnikhoff, maar hij heette in één keer Koopman. Dat hij toch weer aan het werk moest daar op het zijnhuis op een of andere manier. Omdat het Oldenzaal was toch wel een punt wat veel gerangeerd werd en dergelijke. Dat hij toch weer aan het werk moest. En, vanuit het onderduikadres, onder de naam Koopman, heeft hij schijnbaar toch weer aan het werk geweest. En weet je ook waar hij heeft ondergedoken? Ja. In Ootmarsum? In Ootmarsum en in Lossen. Het gezin werd helemaal uit elkaar gehaald eigenlijk een paar jaar. Ja. Dus de kinderen waren ook verspreid? Ja. Kunt u zich nog herinneren, inderdaad, want u was jong op dat moment. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Jazeker. Ja? Want mijn ouders hebben heel lang nog contact gehad met de mensen waar mijn opa dus is ondergedoken. Mijn opa is daar ondergedoken met haar mijn vader. En jouw moeder volgens mij. Ja, en mijn moeder. En dan moet ik even denken. En tante Dini en tante Tony waren in Lossen. Die waren in Lossen ondergedoken. Ja. Dus zijn data dan
ook een groot gevolg voor de familie. Ja, ja, voor de familie, precies. Ja, ja. Je werd uit elkaar gehaald een paar jaar wel voor een paar jaar, geloof ik, hè? Ja. Dat ze echt daar gezeten hebben. Ja. Gewoon wat een bijzonder verhaal. En het huis van mijn ouder, van mijn opa en oma, dus, dat hebben dus de Duitsers geconfiskeerd. En daar hebben ze dus al die tijd ingezeten. En dat, dus na die tijd was het dus helemaal ingerote puinhoop. Ja. Ingerote puinhoop. Ja. Zijn ze er nog naar teruggegaan? Jazeker, ja, ze altijd gewoond. Dus ik ben er zelf ook zelf. Zelf geboren. Ze is er geboren. Daar staat er nog wel. Ja. Ja. Dus uiteindelijk weer teruggekomen. Ja. Ja. Waar ze ooit weg in zijn gegaan. Ja. 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 Opa heeft zelfs, wat hij vertelde in ieder geval, en of hij ooit een seintje heeft gehad dat hij op het Seinhuis werkzaam was, en dat hij van ander personeel in ieder geval van, ze zoeken je. En toen heeft hij daar een nacht, of in ieder geval een hele dag, onder de duiken gezeten bij de Stakenbeek, bij de spoorwegovergang. Dit is er nog steeds, maar daar heeft hij ondergedoken gezeten. En toen schijnbaar dat hij na die tijd dus met familie dus ondergedoken is geweest. Ja. Ja. Dat ze hem echt zochten. Want hij is echt verdachte geweest en dat zat hij helemaal vol van. Ja, ja, dus dat echt een daad met gevolg aan. De gevolg daarvan, ja. Dat hij een tip kreeg natuurlijk van het andere spoorwegpersoneel. Ja. Van Gerard, ze zoeken je. Van oh god, en hij wist drommels goed van wat er dan gebeuren moest. En toen heeft hij een hele poos onder de duiker gezeten daar vlak bij het spoor. En die duiker is er nog steeds. Ja. Maar daar heeft hij echt een dag en een nacht heeft hij daar gezeten. En toen, na die tijd met de familie, die moesten weg. Ja. Want ze zochten hem gewoon. Ja. Ik voel een soort trots bij jullie. Ja, maar wij vinden gewoon dat het gewoon verteld moet worden. Ja. Dat het ook vast komt te liggen. Ja. Dat vinden wij gewoon heel belangrijk. En waarom vindt u dat belangrijk? Voor het nageslacht. Dit is dus een... Dit is het echte bewijs. Dat is een echte foto van hem. Ja. En daarna is Gerard Monnikoff. En de originele naam. Dat is de originele. Ja. En toen werd er eentje vervalst. En dat toen werd er eentje vervalst. En dat is dus deze geworden. Toen heet een koopman. En daar heet hij een koopman. Ja. Met de stempel uit Borne daarop en Hetman was die geboren of zo, dat soort dingen allemaal. Kijk, en op de valse bewijs staat dus dat hij landbouwer is. Oh ja. En op deze staat dus echt ook dat hij zijn huiswachter is. Ja. Van Gerard Monnikoff. Het verhaal is verteld en ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie het hier hebben willen vertellen. En we hopen het hiermee levend te houden. Wij ook. Dank je wel. Ja, ook. Dank je.